Yo mensen, ik ben Games, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Nick en we zijn terug. Wajo. Lang geleden, dames en heren, jongens en meisjes. Lang geleden. Weet je, ik had niets te doen. Dus ik dacht, hè? Niets weg met je. Ik dacht, City Skylines is vrij leuk. Ik heb heel veel moeite moeten doen, want alles was helemaal als rood met mijn mods. Maar, als goed is, heb ik een modlink in de beschrijving wat ik gebruik. En mods doen het weer. Dus, hierbij, a new series of City Skylines. De basics met alle City Skylines dingen. Wacht even, je hebt toch een andere? Ja, ik wou net zeggen, ik heb gewoon een andere. Hier, dus drie, nee, dat is drie lanes. Ik heb al die pompen zo nog niet. Wat is überhaupt een normale weg tegenwoordig? Dit is toch weer ongelooflijk, hè? Wat is dit? Toch een rood collision. Ja, waarom gaan die bomen niet weg? Goed, moet ik dat allemaal straks weer weghalen. Jongens. Moeite. Perfect! Ha! Bingo. Alright. Dit wordt later hoofd. Oké, dit is dan weer de trash. Goed, later zeg maar hoofd weg. Jij weg. Dit is gewoon allemaal janken met geld verspillen. En dan mag jij bokken. Dit is Lil Residential. What the fuck? Greenlight. Oké. Weet je, sommige mods heb ik gewoon op installeerknopje gedrukt, zonder dat ik eigenlijk precies weet wat het is. Dus, that should be very interesting. Pleasant Wind Turbines. Hey, ik ben niet noobed op deze game. I know how this shit works. Right, I know how this shit works. Wassa! Klein stukje water. Jij gaat met je pompen. Daar. Dan ga jij met je trainings. Hier. Very good, very nice. Alright, so deze. Daar. En like dit. Winkels. Hier nog winkels. En hier residential. Unpause. En ik heb bijna geen geld meer. Yippie. Dan voordat ik straks helemaal uitgegeld ben. Klein blokje om gewoon wat industrial te plaatsen. Mocht het zover komen dat mijn money helemaal saus is. Kom maar, hier moet even iemand gaan komen, jongens. Daar moet even iemand komen. Ik heb geen demand mod, dames en heren, jongens en meisjes. Dus dat betekent dat alles gewoon zijn gangetje moet gaan. Economy panel unlocked. Oh. Speak about the devil. Jij, zus en zo. Dit is geldsparerij. Ik wil mogelijk met dit gaan spelen. Ik wil ook dit helemaal naar links halen. En gewoon dingen bij plaatsen. Dat is het beste eigenlijk. Ja, je kan zeuren over je klote stroom. En dan moet hier gewoon iemand gaan wonen. Is dat je ding is, hè? Als er gewoon even iemand hier gaat wonen, verdikken. Ik zweer het. Dit is weer stom. Dat wil even zo. Dit is helemaal voor niets. Want het geld kwijt weer. Zeg maar. Oh, dit raakt het ook genet. Nou, weet je, hier kunnen we gewoon pauze. Move it. Dat zo. Ga niet meer moeite voor doen. En mijn geld aan gaan verspillen onder de jury. Ja. Ik heb alleen niet genoeg geld hiervoor, denk ik. Maar industrial wil wel komen. Ik ga zoveel mogelijk proberen. Not enough money. Oké, tot met hier. Daar was ik al bang voor. Dan mag ik dit al gezet. Dat ik hier nou van het industrial kwijt kan. Alleen mijn geld loopt langzaam op. Niet meer in hem in. Kan ik nou even stoppen met al die dingen? Kappen nou, ik weet hoe deze game werkt. Die gele wegen dingen, oké. Ik wil het best bouwen voor jullie, maar wat ik nodig heb is geen geldprobleem. Wat ik eigenlijk moet hebben is even een paar winkeltjes erbij, want dit gaat gewoon net niet werken. Even dit doen en dan dit iets op. Wat is dit? Wat is dit? 10% zetten. Dat betekent dat die meer en beter van lijn gaat wisselen. Ook een verkeerspreventie. Alleen, I need money. Please. Wait a sec, what's irrigated? Dit is irrigated. Right. Halen we jou weg. Ik kom toch nog even niets. Even boys, real temporary. Just to make sure I get out of this money mess. Hop, even bouwen. Jullie mogen straks zo snel mogelijk ophoepelen. Voordat jij pollution achter kan laten. Maar ik wil even wat normale centjes zien. Alleen jullie gaan geen pollution achterlaten, je stikt maar om een juich. Hier gaan ze net mogelijk daarheen. Maar gewoon even. Heel tijdelijk totdat je me
groene centen kan verkopen in plaats van rode. Au, nu bouw je de potverdikke. Ja, nu ben je soort van te laat. Wie ben jij? Elizabeth Resident. Je stinkt. Op zich weet je. Ja, dat ding langs de zijkant is misschien een beetje niet echt Nederlands. Want ik kan me geen plek herinneren waar ze die gele lijnen op normale plekken hebben. Maar goed, dat heeft wel aids. Dus een beetje heel onscherp, maar zo niet. Als, je dat nou, als ik dat nog kan veranderen en dan blauw zo, oh, dat kan zijn niet. Nou ja. Met modder kan alles, maar ja, weet je. Ik doe niet aan zelfmodden. Waar ik wel slim genoeg ben, is om de plus in te gaan. Kaboom! Waha! Let's go. Kom maar op. Met dat geld, langzaam een beetje. En jullie mogen op... Oké. Jullie krijgen de s'nachts te weinig geld. Ja. Ik weet het wel. Is gefixt. Bijna. Gefixt. Hoi. On... Yeah. Alright, dan heb jij een leidingje nodig. Alleen die leidingafstand is duur. En 1, 2, 5, 7, 8, 16, 21, 28, 25, 30... Alright, dat betekent dat jij... Hoppatee! Woehoe! Let's go, little amulet! Ik krijg gelijk de afvalskast, kloster. Minder. Oké, jij pauze, anders krijg ik problemen. Dit is onlevel terrein, de lapest. Minder leuk. Wel genoeg geld om zooi af te handelen gelijk. Dat is wel nice. Ik ga eerst jou even volgen, want ik wil dat mensen hier gaan zitten. Dus krijg ik weer dat ik twee connecties moet maken. En ik heb daar nou niet het geld voor. Goed voor hem uit te geven. Lekker Nederlands. Haptee. Kom on. Let's go. Jij kan hem. Zo. Right. Jongens. Sorry dat ik het zeg. Ik ben een barbaar. Ik weet het. Dag. Huizen. Maar voor mij allemaal hier. Allemaal in petto. Mooi. Als jij daar boot, dan timmer ik de rest hier ook dichter. Dat betekent iedereen die hier kan boot, mag hier morgen gaan komen met zijn mooie bedrijfie. Kom maar door. Hou, struim. Altijd die... Pest, stroom. Derde. Fixed. Mooi. Oké. Jij. Heb ik nog wel weer net genoeg geld over. Dan... Peskieën we jou daar neer. Dan moet ik gaan sparen om jullie schoon en vriendelijk te houden. Maar dat hoeft niet helemaal, want super happy hospital. Een asset die ik heb gedownload, omdat die op zich heel handig kan zijn. En het zichzelf ook mega bewijzen nu voor het kleine geld. Maar vooral omdat dit gewoon daadwerkelijk heel veel meer opslag heeft. En zo'n klein stom dingetje echt nauwelijks werkt af en toe. Hetzelfde met garbage. Heb ik ook andere dingen voor down the road. Zoals deze. Garbage eraser. Heeft meer zooi. Heeft meer opslag. Daarvoor. Kan het meer weg te brengen. Hoef je niet 500 van die dingen te plaatsen. Just a little trick up on the sleeve. Wat een goede shop idee zeg. 1, 2, 3, 4, 5 keer hetzelfde idee jongens. Goed gedaan. Wauw. Not enough workers. Nou zeg, dat je het zo lief vraagt, daar kunnen we wat aan doen. Jij. Wordt store. The rest becomes people. 11. 11. 11. Hoor ik klagen, zou niet te blijven op 11. Ga ik klagen? Mooi. Nou, dan blijven we op 11. Wat zeg je nou? Klachten bij 12. Nee. Hé, wat prettig, jong. Klachten bij 13. Dat is 14. Dat is 12. Ik zeg 13. Mede mogelijke klachten bij 13%. Nee. Mooi. Hey, jongens, dit is nou business doen met jullie. Peaceful Town. Over de town gesproken, dames en heren, jongens en meisjes. Jullie mogen deze stad noemen. Yo. Lakefield is nu nog de naam. Geef even een reactie met een bloedstollende mooie naam. En ik stond erin. Worthy Village. Woehoe. Wapam. District. Policy. Secondary loan. District specializations. Services.
Holistics. Fire Department, Police Department, Unique Buildings, Forestry. Specialization in Agriculture. Voila! I'm lacking this shizzles. Right, jongens, jullie zijn elektriciteit. Jullie zijn business. Bij business hoort dit gebouwtje. Dat gebouwtje hoort een hele hoge energie. Met hele hoge energie gaat mijn energierekening omlaag. Moet ook wel onpassen weer dat ik een beetje mijn wegen buiten belast hou. En alles even ga upgraden naar één richtingswegen. Down the line, dat alles even één route gaat. En het liefst is dat het midden. Dus dat deze twee is met de hoofdwegen worden. En dat daar alles van iedereen is. Dan breken we deze meteen los. En dan kunnen daar iedereen gewoon vanuit. Wat de f- ja! Deze boom krijgt gewoon even. Standaard koeling. Deze boom krijgt standaard koeling. Die vind ik leuk. Oké. Okay. Meer. More and more. Perfecto. Laat mijn bankrekening maar weer instorten door het tekort aan zooi. En met zooi voornamelijk de energiekosten. Oh. Dat is het licht van binnen dat huis. Wat doorshine. Oké. Okay. Strippy. Op deze weg, nu alles toch een beetje super gaat, ga ik eerst even een school eraan jennissen. Je bent vast zo aardig. Nee. Dit is two-way road, one way. Wil je maar van die gele dingetjes? Want die gele ding zou die wel op. Jij bent groter en iets ruimer net. Wat zou iedereen even te forceren, denk ik dat het goed is om even dit te doen. Nu forceer je iedereen die op de snelweg komt. Graag rechtdoor. Je zou ook ooit een rondom kunnen neerjenksen. Maar ik denk dat dit nu ook even gaat. Dat iedereen gaat hier nu. Weet je, voor nu gaat het nog. Tiny Town! Parks, industry areas, landscaping, event. Policies. Park policies. Park and plazas. Industry areas, level 2, unique buildings. Policies die even iets boeien. En een hell load of new stuff. Let's go, boys. Let's go. Parky, parky, little parky. Deze doet veel aan mijn harkie. Jullie worden volgens mij wel enthousiast van dit ding. Toch? Ja, moet je eens kicken in. Hatsa. Blije citizens. Dat is alles wat count. Kan ik jij nog net even daar... transformeren iedereen in happy families. Bon. Top. Dat achterbar... Oké. Okay. Helemaal top in. Dat is helemaal mooi. Dan ga ik net de weg langs. Dus ook helemaal top. Upgrade. Hatsa. Nou, ik force iedereen die hier in de stad komt om zo te gaan. En vervolgens naar een plek te gaan. Industry area. Heb ik dat nu ook? Ik heb het. Wat is beter? Forest of agriculture? Agriculture weet ik wat het doet. Dus op zich wil ik daar wel een schot in de roos mee wagen. Alleen ook iets meer geld hebben, want ik wil even een andere intersection maken. Want anders ga ik heel hard huilen. Anders komt er te veel traffic hier op de main road. Daar heb ik geen zin in, moet ik dat later weer aanpassen. Wat kost een beetje een standaard intersection? Ik ga een gokje doen. Reten te duur. Een bypass, heb ik niet zijn. Ik wil. Oh, ik heb er ook nog geen. Potverdikke. Oh, jezus. Oké, okay, dan maar de old fashioned way. De sliert 1 af, sliert 1 op. Wel is een highway. Oh. Ik zeg een highway. Really? Heb ik dat al? Hoe de fuck heb ik nog geen highway roads? Afslag. Industrieweg. Holy shizzles. Wat is dit nou voor Big Ben straat? Holy shit. Nou, weet je, hou me nog even rustig op dat. Oké, wat ik nu moet doen is... Oké, okay, hoe je het weghaalt, dames en heren, is via de movement mod. Dan deze. En dan alles uitzetten behalve trees.
En dan pak je de zout. En dan knik je het in de afvalbak. Dag. Hatsa. Bingo. Jij gaat dan even een spanwijdte krijgen van de hele area. Maar ik ga pas wat verdienen met een special ding is. Alleen ik moet het dus even overleven op smalkroppige troepzooi wat je afgeeft. Past hier wel perfect in ook. In ieder geval. Helemaal pasture wil ik er even bij hebben. Kan dat hier nog? Mooi. Ah, perfect. Kunnen nog één bij plaatsen. Mooi, 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 mooi. Meer mensen weer hier even in krijgen. Beter. Mooi, dat is even goed. Jij, wheat, vind ik allemaal best. Jij gaat dan op potatoes. Potatoes gaat dan naar cotton. Cotton gaat dan op corn. Van corn gaan we over naar greenhouse. En dan beginnen we weer helemaal opnieuw. Holy shit. Iedereen heeft echt een politietekort. De tandjes, de mensen. Jij gaat helemaal. Zover mogelijk. Rechtdoor, want ik ben al mijn geld kwijt aan het stronding verplaatsen. Dan ga ik dit juist opdelen in blokken. Dus dan hier moet je erin. Hier ga je weer naar elkaar toe. Naar de weg toe. Dus wat ik dan hier wil doen is naar de wegen toe. Dus je rijdt zo deze weg door. Je gaat er hier op. Gaat er daar weer uit. Dan gaat hier op en gaat er bovenaan weer uit. En als je die uit wil, moet je helemaal de lange weg naar beneden rijden. Misschien die juist beter zo. En dat iedereen hier hem op kan als hij wil. Deze wel omgedraaid zijn en deze juist die kant op. Ziet er heel raar uit, maar ze zijn niet met elkaar geconnect. Want deze kan niet daarheen makkelijk. Dus zo zou het wellicht beter moeten zijn. Deze kunnen er daarop naar beneden. Of naar beneden. En hier erin. En die hier vandaan komen kunnen daarop. En hebben geen weg meer in de city. Gaat iedereen hierdoor? Nou, dan kunnen we het beste nog even omdraaien. Hoe ik het net al had. Oké, echt geld en tijd verspild voor exact helemaal niets. Hey, wie ben jij? Text to high. Ben jij de enige? Jij bent de enige. Dus, fuck jou. This building takes care of day-to-day operations, your sewage treatment plant. Hoeveel kost dit? Dit is 500. En waar de fuck moet dit? En wat doet dit? Hier kan hij wel. Wat geeft het mij? Ik ken het gebouw geen eens. Gaat één van die twee meters omhoog? Sewage. Oké, okay, dat is mooi. I demand for residential zone. Kun je maar één ding zeggen? Een plantmenu. Wil je eigenlijk ook gelijk de nodige zooi plaatsen? Alleen, ik kan niet kunnen, want ik kan niet geld doen. Wat een hoeveelheid shops heb je toch? Oké. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 keer dezelfde design, jongens. Wat is dit? Voor mankementen zooi. Het maakt winst. Woe! Winst, winst, winst. Alleen gaat het omhoog? Nee. En ik denk dus chat. Mensen, luisteringvaardigheden, geloof ik. Dat het misschien wel leuk is om hier uiteindelijk een dit gewoon center te maken. Dus dit dan vroeg gooien met high rise. High density commercial zone buildings. Dan ergens een metrostation erbij, daarnaast. En dan high level buildings hier, hier, hier. En dan langzaam afbouwend naar normaal. Een beetje LA-style dingen. More people, niets toewerk hier. More people is more money. More money is more people. Ook nodig heb is een petite school onder de beetje matig wel. Alleen heb ik gelijk geen geld meer voor. 360. Kan ik gewoon de budget van scholen niet iets opknikkeren? Zo. 100%. That's enough. Nice. Let's go. What the f... Make this thing historical now. What? Lelijke groene monster is dit. Ja. The green. Green is met een N. Monster. Alright, die is leuk, die is leuk, die is leuk, die is leuk, die is geinig. Come on, 5. Boomtown. Woo! 2x2, nieuwe areas. Hoppatee. Transport, level 3. Unique buildings, walking tours, bus, tours, post servers. Of kunnen we doen? Recycling. Rehabilitation. Recreation use.
free wifi. Woehoe. En al die intersections plus 500 dingen van de snelweg. En daarbij de cemetery. Oftewel, wij kunnen nu een kerkhofje bouwen, heb ik altijd al gewild. Potverdikken. Oh, dit is nieuw. Oh, joh. Is nieuw. Is het tappies. Ha. Is het niet. Wat hebben we? Dit is Body Collector. Body Collector werkt echt 20 keer beter, dus die doen we maar gewoon. Hier is goed. Pauze, jij. Ik heb hier één nieuw asset, die doet het veel beter. Even kijken als jij toevallig naar buiten rijdt. Nee, jij zegt, is nog helemaal geen persoon in nood. Nou zeg, wat meegemaakt. Nou, kom op jongens. Nog één. Come on, nog één, come on. Woo! Hatsate! Underhill Orchard has reached level 2. Maintain pollution plus 4 efficiency. The following buildings has been unlocked. Flour mill, bakery, farmborg, barracks, cattle shed, small barn. Hatsakidee. Okay, nu ik toch een beetje geld heb. Wat ik gelijk ga doen is even zorgen dat jij jullie zelf niet kunt opfucken gaan. Jij gaat allemaal in één richtingsweg om en om. Gewoon een klein cirkeltje draaien, jongens. Gewoon een klein cirkeltje draaien. Dan is er één meer profitable ding om te maken nu op dit moment. Dat is de flower mill. Dat maakt dingen naar bloem en jij maakt crops weer om. Alright. Dat we daar nog even... Flower mill, hoe groot ben jij? Wait a sec. Jij daar. Dan bedoel ik helemaal daar. Kun jij daar. En dan voor meer geld kwijt te raken, dan move ik jou weer terug. Hoi. Jij maakt dingen om naar bloem. Jij maakt meer animal products. En dit is een oponthoud. Nou, en nu gaat iedereen lopen klagen, hè? Het is toch ook ongelooflijk. Taxes too high. Oké, omdat jullie het willen. Oh, jullie kunnen waarschijnlijk niet uppen. Waarom kunnen jullie niet uppen? Oké, de taxes is too high. Oké, dan gaan jullie naar 13%. Blij. Mooi. Uppen. Iets wat ik wil, en dat is The Elder Car. Dat zei ze net, dat is niet wat ik wilde. Dat ding. Burks. Werkefficiëntie omhoog pleuren. Kom maar door. Zo, voor nu kan dit. Ga ik je gelijk even op een hold zetten, want ik wil even een postkantoor. Naast de high school. Vond ik het geval dat mensen met de post werken. Kom maar jongens, rij maar langs met de posten. Ho, hey. Building is in need of workers. Cool zijn. Er zijn genoeg scholen. Hier, kijk. Available. De mensen die niet willen nemen, is niet mijn probleem. Dan heb ik nog geld voor zabakkerij. Boom. Animal product, klops en flower. Alle drie maken ze. Animal products, bingo. Flower, bingo. Het enige wat jullie moeten doen, is alles vol tanken. Klops is al voor gerekend. Eigenlijk heb ik hier... twee flower dingen nodig. Nou, dat dingetje gaat eruit. En die gaat dan als goed is mooi keurig naar bingo. Flower erin. Hatsa in de productie. 960 piek. Maak er maar een paar dingetjes van. Zodra even één zo'n ding is gemaakt, hoop ik. Zullen we weer wat meer produceren. Alleen dat bloem en animal products. Waarschijnlijk moet ik een flower ding erbij maken. Bingo, hè? Damn it. Bloem. Ik vraag het één keer. Beetje opschieten. Happatee. Dan zodra jij klaar bent, ga je er ook een happatee. En dan gaan jullie allemaal door. Gaan jullie allemaal happateeën. Helemaal blijven. Zodra je maar geen bloem verkoopt. Dan word ik gek. Nog 9 mensen voordat ik weer ga upgraden. Voordat ik wel grotere crops krijg. Dan zou jou gewoon even naar 150 was het. 150% mik. Zouden we het aankunnen? Productie value springt omhoog. Betekenis. Ik krijg 500 keer meer geld. Of ik krijg 50% meer geld. In theorie. Wat ook zo zou moeten zijn.
Alleen het punt is, krijg ik dat ook? Of gaat dat een van die producten een keer uitrunnen en dan is het dikke janken met pindakaas, want dan krijgen we niet. Jij. Nieuw. Predestians dinges, mijn dinges. Jij bent lelijk, dus jou doen we niet daar. En gewoon geknekt, je bent gewoon geknekt. Worker education too low. Hey, ik bied gewoon de goede school aan hoor. Volgens mij heb ik het niet meer. Nee, ik heb geen eisen in de university, dus zuig dan maar in. Oh hey, workers hebben we al, bingo. Oké, nou, omdat we workers daar hebben, dan kan het alleen maar terecht om dit rijtje en shops te completen. Oh, wie komt daar, kinderen? Oh, wie komt daar, kinderen? Kom maar door met de producten. Het is nog 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boom. Boom. Lemonade Factory Milking Parlor. Medium crop field en medium fruit field. Jacatang, Jacabang. Oké, mooi. 90 graden. Kan ik daarop snappen, iemand? Thank you. En jij bent ondertussen al leeg, hoop ik. Jij zit nog steeds leegte. Oké, weet je wat? Stik je 2%. Dag. Je leeg niet, ik leeg jou. Jij mag daarheen. Oké. Mooi, dus net iets te dichtbij. Ah, perfect. Hatsa. Figured it out. Perfect. Perfect, perfect. Some people say. Wasa! Jij doet potatoes. Nee, dan gaan we dezelfde volgorde af. Jij doet wheat, potatoes, corn. Van corn gaan we naar corn. Van cotton gaan we naar corn. Van corn gaan we naar greenhouse. Sweet. Dan wellicht hier een. Ik kan gewoon echt hebben iets even wat. Perfect. Moest gewoon iets hebben wat perfect opviel. Perfect het gat vulde. Nou. The gap has been found. Daar het gat om op te vullen. We kan dit gebouw niet horizontaal staan? Au, natuurlijk niet, joh. Waarom kan het ook? Zullen we daar nog een? Ausjes, ik zit diep in de rode munten. Oké. Ik, probleem. Jullie beginnen nu echt even. Oké, ik gooi jullie wel even één omlaag. Jullie beginnen nu echt te maaien. Dat begint weer geld te kosten. 1 omlaag. Mooi. Houden zo. Mooi. Het enige wat ik wil is even één hier zo'n storage ding bij voor de. Jij bent het bereid zeker. Zo. Dat is wel mooi. Het is op zich pittig dense gebiedje. Nu hoop ik dat jij gewoon altijd kan doorproduceren met de koetstuf. In hoop dat 3 flower mills eigenlijk genoeg zijn. Bingo. Dat's zo. Hij niet die jongens. Someone got the fire extinguisher. Nou, speciaal voor jullie. Dat past niet, 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 dat past niet. Hey, hey, de stad vond de problemen. Hoe, 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 hoe. Hatsa, het enige die je ziet is mooie upgrade monumenten. Are you sure about that? Gotcha. Jij bent dus goed nog een mooi monumentje, de Green Monster. Don't bloody leave, mine. Jij mag niet weg. Jij blijft. Jij blijft hier voor eeuwig. En aan het einde ga ik een keer terugkijken en denk ik, hey, dit is het begin. Heel emotioneel gaat het waarschijnlijk niet worden, maar alsnog, hè. Het is een beacon, het is een baken. Iets on co-citizens at the moment. Waarom niet? Nou, dat is uitbouwen. Uitbouwen is, kan die kant wel iets op nog naar rechts, gewoon de dingen. En ik zal er naar links kunnen, if I want to. Maar dames en heren, jongens en meisjes, voor mij is het uploaden. Voor mij is het, record. Nu 2 uur en 1 minuut en 30 seconden. Voor jullie waarschijnlijk een heel stuk korter dan die 2 minuten en. Dan die 2 minuten. Dan die 2 uur, 1 minuut en 30 seconden. Kom je er gewoon van de video. Smash duimpje als je het gedaan hebt. En ik doe op escape als jullie mijn cam zien. Maar mijn cam zien jullie niet. Want anders zie ik eens aan de cam. Want anders rijdt mijn cam te lang. En is allemaal chaos. En meer editwerk. En meer troep. En mijn cam is veel nuttiger zonder. In dit soort situaties. Jij upgrade naar een level 2. Ik vind helemaal best. Dames en heren, jongens en meisjes. Dit is Lakefield. Hopelijk door een van jullie genaamd in de comments te worden. Door een van jullie in. En hopelijk kan ik volgende week een van jullie comments als naam kiezen. He, he. Jongen, jongen. Werkt lekker. Ik hoop jullie dan weer te zien. Geen idee wat ik dit upload. Geen idee hoe. Hey, that's holy shizzles. That's a buggy airplane right there.
Het is ook een jetplane. Hoop je genoten van de video. Smash je daarbij gedaan hebt. Abonneer zeker. Kijk zeker weer de volgende keer. Ik wil maar één ding zeggen. En dat is politie helpt deze arme ook. Ik kan maar één ding zeggen. Het is een tik van Shadow Mel. Peace, later.